Ben je opgelucht? Ben je bedroefd? Blij misschien? Voel je iets, Jacob? Ik dacht dat je... Ik weet het niet. Wat jammer. Ik had zo gehoopt dat je... Misschien komt het nog. Nee. Maar het is goed zo. Ik hou van je. Ik hou van jou, man. Mam? Voor haar was liefde geen loos begrip, maar ze dacht ook aan de minder bedeelden. Als oprichter van de Van Zuylen de Wit Stichting heeft ze als geen ander getoond wat onbaatzuchtige liefde is. Dank u wel. Meneer Van Zuylen? Meneer Van Zuylen heeft een momentje. Jacob. Jouw donatie gisteren namens je moeder en jouzelf. Die is zo uitzonderlijk genereus dat de stichting zich afvraagt of er wellicht sprake is van een vergissing. Wij vrezen dat jouw persoonlijke bijdrage zo royaal is dat jij na verkoop van het land goed mogelijk bankroet zult achterblijven. Bankroet? Die kans is heel groot. Meneer Van Zuylen, meneer De Wijs, zijn er problemen? Hoe kan ik helpen? Meneer, de stichting hier maakt zich zorgen? Of meneer Van Zuylens recente donatie? Die is buitengewoon genereus inderdaad, maar ik kan u verzekeren dat daartoe besloten is naar zorgvuldige overwegingen. Niet waar, meneer Van Zuylen? Jacob, weet jij zeker dat je dit wilt doen? Ik denk inderdaad dat het zo goed is. Dus als u mij nu wilt excuseren, ik wens u allen nog een mooie dag. U ook een mooie dag, meneer Van Zuylen. Hij ziet er goed uit vandaag. Goedemiddag, meneer Van Zuylen. Bonjour, monsieur. Goedemorgen, meneer Van Zuylen. Meneer. Monsieur le patron. Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Thank you.
Bescheiden plechtigheid vanochtend. Ik denk dat moeder het gewaardeerd had, ja. Ik zag je naar de heuvels lopen met een rugzak. Laatste inspectieronde over de landerijen. De boel wordt verkocht. Vermeer zet het vandaag op de markt. En toen zag ik wat bewolking, dus ik dacht ik pak een auto. Je gaat verkopen. Aan alles komt een einde, Muller. Ik zal het hier missen. Je moeder, jou ook. Ik zal je missen, Jacob. Ik begrijp het. Jacob, je ziet er goed uit. Dank je, Muller. Ik voel me goed.
Goedemorgen. Bonjour. Good morning, sir. Ah, good morning. I happened to be out on the coast this morning, and I think I saw one of your colleagues. Would it be possible to have a word with him? And what's it about? May I ask, sir? I found something he may have lost. Mind if I have a look at it? I see. Well, I'm sure my colleague will appreciate your trouble, and I'll be happy to return this on your behalf. Good day, sir. Anything else I can do for you, sir? No, I don't think so. I'm sorry to have bothered you. One moment, sir. Sir, the manager would like to have a word with you. May I wish you both a most pleasant journey, or should I say, eine sehr gute Reise. Herzlichen Dank. Leben Sie wohl. Ah, Mr. Fransalen de Witt, isn't it? Allow me to apologize for the confusion downstairs. Please do sit down. Yes. May I offer you some tea? No, thank you. Right, Mr. Fransalen. I sense that you did not come here purely for a funeral arrangement, did you? No. So, what is it that brings you to us? I'm not entirely sure. I understand. Mr. Osonan, if I were to tell you we were a travel agency, offering a once-in-a-lifetime journey. A swift, safe, comfortable passage to the ultimate of destinations. Would that be of interest to you? I believe it would. In fact, I believe that's why you came here. But it is crucial that you confirm my intuition. Are you ready to travel? Discretion is paramount, but as long as we can make it look like a natural or accidental passage, we offer a great variety of options. Watch this elderly client as he quietly enjoys his favorite pastime. Doesn't he look at peace with himself? There, precision explosion with minimum damage to the environment. It's a reliable, an ever-popular option. But please, don't hesitate to be more creative. If you want to combine your departure with your favorite pastime, we can come up with a personalized, custom-made solution. Mr. Fransalen? I'm pleased to tell you we can accept you as a client. But you must understand, once you've signed the contract... There's no turning back. None whatsoever. I'm so happy to hear you say that.
I'm very happy. We understand. Now, as to your mode of transit, most of our clients prefer to quietly pass away in the company of a loved one. That is, in fact, by far, our most popular option. I'd like to leave that up to you. Well, in that case, we do, in fact, offer an option which we amongst ourselves refer to as the surprise. One could say it's the most natural way to travel. As in everyday life, the client will not know the when or the how. Only that it will happen. Rather sooner than later. For that, we can guarantee. Wonderful. I'll take it. Your religion, sir? Protestant, Jewish? Roman Catholic. Top floor. Please, take your time and come down when you've made your choice. Excuse me? Heeft u misschien iets milieuvriendelijkers? Do you have something more eco-friendly? Ik ben bang van niet. Hier zit allemaal lood in. U heeft toch vast wel iets anders. Werkt u hier? Ik dacht dat u erbij hoorde. Het spijt me verschrikkelijk. U bent... Een traveler. Een reiziger. Een reiziger? Meent u dat? Nou en of. Goh. Ik ben ook een... reiziger. Ja, dat dacht ik al. Oh. Maar laat ik u niet verder storen. Volgens mij moeten wij hier een keuze maken. Nou, is nog niet zo makkelijk, hoor. Mag ik u wat vragen? Staat uw reis van tevoren al helemaal vast of wacht u af hoe de dingen zich gaandeweg ontwikkelen? Ik bedoel dat u het waar en wanneer nog niet weet. Zelf vond ik het nogal lastig om dat te beslissen. Gaat mij niets aan, natuurlijk. Nee. 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 Ik bedoel, ik begrijp het. Ik kon ook niet kiezen. Ik dacht, het kan maar beter een verrassingsreis blijven. Precies. Van Zuilen de Wit. Anne. Anne de Koning. Excuse me, were you able to make a choice? Oeps. Klanten mogen niet met elkaar omgaan. Het staat in ons contract. No, not just yet. I may actually need your help. I'll be glad to assist you, miss. And how about you, sir? Oh, me? Yes. Of course. Why don't I just take this one? The Siberian Supreme. Excellent choice. If you just follow me then, sir, and I'll be back for you, miss. Nou, dan. Aangenaam kennis met u te maken. Het gaat u goed. En succes. Dank u. U ook. Goedemorgen, meneer Van Zuilen. Muller, ik zat te denken, het valt me op dat hier nogal wat mensen rondlopen. Dat is het personeel, Jacob. Natuurlijk. Maar ik ga op reis. En aangezien de zaak toch wordt verkocht, stel ik voor dat je ze bij elkaar roept en ze naar huis stuurt. Zeg maar dat ze alles uit hun handen kunnen laten vallen en tot het einde van het jaar betaald worden. Oh, en vergeet de kerstbonus niet. Dankjewel, Muller. De koning, u bent laat. We zijn al begonnen. Sorry. Ik vergeef het je als je vrijdagochtend voor de les even op mijn winkel wilt passen. Vrijdag? Ik weet niet of ik er dan wel ben. Alors, mesdames, on va reprendre. Is onze Apollo-lijn onderbroken, dan verloopt het leven met veel ups en downs. Is hij daarentegen lang en diep, zoals bij mij, dan oefenen wij een magnetische aantrekkingskracht uit op anderen.
Hallo? Komt u maar. Ik ben hier. Hallo? Spreek ik met landgoed van Zuilen de Wit? Dit is van Zuilen zelf. Met Anne de Koning. We hebben elkaar ontmoet bij de kisten. Oh, natuurlijk, de kisten. Heeft u nog iets milieuvriendelijks kunnen vinden? Ja, uiteindelijk wel. Eentje van gerecycled hout. Na 10 jaar in de grond is er niets meer van over. Gegarandeerd. Nou, kijk eens aan. Ik belde u omdat het nu al 3 dagen geleden is en ik even wilde kijken of u... Maar toen opnam... Wist u eigenlijk al wat u wilde weten? Ja, eigenlijk wel. Sorry. Ik wens u een goede reis en veel succes. Wie was dat? Iemand die een reisgids zocht. Verkeerd verbonden. Ik wens u ook veel succes. Zonnige periode met soms wat wolkenvelden daarbij, maar ook daar dus vrij aangenaam weer. Mr. Van Zuylen, how are you? Not well, Mr. Jones. Oh, I'm sorry to hear that. Is there anything I can do for you? Well, I've been sitting and waiting here for 3 whole days and nothing's happened. I see. Well? Well, don't. Don't? Don't sit around and wait, Mr. Van Zuylen. It is essential that you do not deviate in any way from your daily routine. So please, resume your regular activities and you'll be taken care of. Okay. When? Rest assured, Mr. Van Zuylen. Your departure is already scheduled. You'll travel very soon. How soon, Mr. Jones? Enjoy your trip, Mr. Van Zuylen. Goodbye. Hallo? Hallo, is daar iemand? Hallo? Ah! Oh. Muller, had je me even te pakken. Goed gedaan, hoor. Ik dacht dat je was vertrokken. Bijna, zeker. Ik dacht trouwens dat jij ook was vertrokken. Dat ben ik ook. Ik ben alleen even komen zien of alles er goed bij staat. En? Tevreden? De Rosa agristis moet gesnoeid worden. De kraagroos in het midden van de siertuinen. Muller, je bent nu een vrij man. Ga doen wat je leuk vindt. Dan zou ik de Rosa agristis graag onder handen nemen. Oh, nou, ga je gang. Dan staan ze in augustus weer in bloei. Muller! Muller! Wat voor dag is het vandaag? Vrijdag. Wat doe ik op vrijdag, normaal gesproken? Tot voor kort nam je moeder je mee uit dansen. Het spijt me, Jacob.
Muller, het leven gaat door. Ik wil dansen. Ik wil dansen. Dank je wel. Meneer van Zuilen. Het spijt me. Ik wilde u niet laten schrikken. Ik was toevallig in de buurt en ik dacht misschien heeft u zin om met mij te gaan dansen. Lunchen bedoel ik. Ik ken een leuke gelegenheid. Helemaal niet zo ver hier vandaan. Ik overval u natuurlijk een beetje. Ik kan je niet weg. Hoewel ik hier niet werk, moet ik hier vandaag op de winkel passen. En de eigenares is echt pas heel laat terug. Alleen nog de knuffelkristallen? Hallo daar. Hebben wij elkaar ontmoet? Marissa de la Ruche. Van Zuilen de Wit, aangenaam. Is er iets? Even uw aura checken, beroepsafwijking. Doet geen pijn, hoor. Juffrouw de Koning, ik heb u vanmiddag niet meer nodig. Dan kunt u haar gerust ontvoeren, dat was toch uw plannetje? Ik voel dat meneer Van Zuilen jou niet teleur gaat stellen. Maar ik heb straks les, toch? Oh, dat kan je gemakkelijk overslaan. Ze is zo bescheiden. Dat wil ik niet. En tegelijkertijd heel uitgesproken. Ik blijf hier. Lekker pieter, toch? Allee, je hebt de les niet nodig. Ze heeft überhaupt geen les meer nodig. Zij is mijn beste cursiste. Geef haar uw hand en ze vertelt u alles wat u te wachten staat. Allee, au revoir. Oh, ja, ik sta daar. Komt u? Nee. Ik wil eerst weten wat u hier komt doen en hoe u mij gevonden heeft. U belde mij met het nummer van deze winkel. En waarom heeft u mij dan niet gewoon teruggebeld? Omdat ik bang was dat u nee zou zeggen. Hoort u erbij? Waarbij? Bij het. Bij hen. Bent u mijn surprise? Oh, natuurlijk. Dat had ik niet aan gedacht. Nou? Wat? Bent u dat? Uw surprise? Volgens mij niet. Wat als u het nou wel bent? Wat als ik het ben? Want ik kan natuurlijk net zo goed de uwe zijn als u de mijne. Heeft u daar niet over nagedacht? Of interesseert u dat niet? Ik denk dat het er gezien de omstandigheden niet zo heel veel toe doet. Toch? Misschien heeft u gelijk. Ik moest gewoon even vragen. Tuurlijk. Vasso Vega 500. Dat is niet slecht. V8, 6.3. Ik geloof van wel. Mag ik? Tuurlijk. Komt u hier vaker? Elke vrijdag. Met mijn moeder. Maar ze is afgelopen week gestorven. Het gaat mij natuurlijk niets aan, maar is dat de reden dat u... Nee, helemaal niet. Ik wilde al veel langer, al jaren. Maar zolang mijn moeder nog leefde, vond ik het niet kunnen. Nee. Dat is lief van u. Het leek me niet meer dan gepast. Ik heb mijn ouders niet lang gekend. Ze kregen een ongeluk toen ik klein was. En het gezin dat naast ons woonde, nam me in huis. Later hebben ze me geadopteerd als hun eigen dochter. Dat is mooi. Ja, dat was mooi. En ze bedoelden het goed ook. En dat doen ze nog steeds trouwens, maar... op de een of andere manier heb ik altijd het gevoel gehouden... dat ik er niet helemaal bij mag horen, zoals ik dat zelf graag zou willen. Hoe bedoelt u? Mensen zien me vaak zoals ze me willen zien. Maar ze zien niet wie u werkelijk bent. Zou u willen dansen? Pardon? Misschien wilt u dansen. Heel even maar. Ze zeggen dat ik een behoorlijk goede danser ben. Dat geloof ik graag, maar ik... Van Zuilen, kerel. Ik moet even op adem komen. Wil jij Johanna even overnemen? Als de jonge dame geen bezwaar heeft, tenminste. Mag ik? Natuurlijk. Gaat uw gang. Dank u. Dag Johanna. Heb je misschien zin in een kleine tango vanmiddag? Opmerkelijke kerel, die Van Zuilen. Beetje vreemd soms.
Een beetje stijf. Maar toch alles bij elkaar genomen een heel fatsoenlijke kerel. Heeft u vandaag gedacht over het hiernamaals? Ik ben bang van niet. Ik geloof dat alles hier om ons heen niet meer is dan een bepaald niveau. En dat wanneer we reizen, we aankomen bij een volgend niveau. Een hoger niveau, waar de dingen beter voor ons zijn en wij ook een beter mens worden. Omdat we omhoog zijn gegaan. U bedoelt naar de volgende etage? Precies. Ik heb gewoon het gevoel dat ik op deze etage niet helemaal uit de verf kom. Dat er misschien wel meer is, maar dat dat niet voor mij is weggelegd. Kent u dat? Ik vrees van wel. Dus in de hoop dat het beter wordt, heeft u besloten om in de lift te stappen. Je moet alleen nog iemand op het knopje drukken. Ja, want ik wil boeddhist worden. En het is voor boeddhisten niet toegestaan om zelf op het knopje te drukken. Bovendien zou het natuurlijk ook een beetje vals spelen zijn. U denkt waarschijnlijk dat ik gek ben. Nee, ik vind het heel fascinerend. U kijkt dan dus wat verward. Juffrouw de Koning, volgens mij moeten we even komen kijken. Ik geloof dat ik heel goed nieuws heb. Misschien gaan we wel samen. Wat bedoelt u? Meneer Jones zei dat het nu ieder moment kan gebeuren. Ja, dat is een flinke wagen hoor. Wanneer heeft u Jones voor het laatst gesproken? Vanmorgen. Wat denkt u? 25, 30 ton. En de lading er nog bij. Oh jee. Dit gaat pijn doen. Heel even maar. Meneer Van Zuylen? Juffrouw de Koning. Mag ik uw hand vasthouden? Tuurlijk. Mevrouw de Koning, het spijt me dat ik u heb laten schrikken. Maar ik dacht echt... Spijt mij ook. Maar misschien is het niet verstandig als we hier blijven staan. Meneer Van Zuylen, als die wagen niet was uitgeweken, dan weet ik eerlijk gezegd niet of ik wel was blijven staan. U blijft wel heel erg cool. Werkt uw adrenaline soms niet? Mijn? Uw adrenaline, die zorgt dat je een beetje opgewonden raakt. Oh, nee, ik denk dat dat niet zo vaak gebeurt, nee. Kom op, zeg. U vond het eigenlijk net zo spannend als ik. Ik wou dat het zo was. Ik wou dat ik het spannend vond, of opwindend, maar dat vond ik niet. Dat vind ik eigenlijk nooit. Nooit? Kan niet. U heeft toch wel iets gevoeld? Echt niet een heel klein beetje eng? Ik vrees van niet. U mag het best toegeven, hoor. Oh, dat zou ik graag doen, maar... U moet het zien als iets tussen mij en de wereld. Een onzichtbare muur. Van glas. Waarachter ik alles kan zien, maar waardoor niks mij lijkt te kunnen raken. Lijkt me verschrikkelijk. Het is de reden waarom ik graag wil reizen. Ik verheug me er werkelijk op. Hartelijk dank voor de gezellige middag, Anne. Ik zou niemand weten met wie ik liever bijna onder een vrachtwagen was gekomen. En als ik je niet meer zie, ik hoop dat je veel goeds te wachten staat op de volgende etage. Dank je. En jij ook een goede reis.
En rij voorzichtig. Ja, gewoon even mijn veters gestrekt. Wat is er eigenlijk aan de hand? Oh, gasexplosie. Oude Duits echtpaar vreselijk. Maar tegelijkertijd een wonder dat er verder niemand gewond is geraakt. Ik zag een Duits echtpaar bij meneer Jones. Ik denk dat het daarom zo lang duurde. We waren gewoon nog niet aan de beurt. Wat kom je hier eigenlijk doen? Pardon? Waarom ben je hier? Oh, ja. Toen we gisteren gingen lunchen, toen viel het me op dat je nogal veel weet van auto's. 356 Spitzer, origineel. Bijzonder, hoezo? Nou, ik heb nog een paar andere en ik dacht... Ik wilde je vragen of je zin had om een keer langs te komen om te kijken. Je bedoelt nu? Ja, waarom niet? Waar ben je geweest? Ik heb je de hele morgen gebeld. Een groep Russische investeerders is net komen aanvliegen om het landgoed te kopen. Anne Vermeer, mijn persoonlijke advocaat. Vermeer, Anne de Koning. Ze bieden 4% boven de vraagprijs en ook nog eens een flinke bonus als we de deal vandaag nog rondmaken. Nou, dat is goed nieuws. Handel jij het verder af, Vermeer? Ik ben bang dat je zelf even mee moet. Een ontmoeting met iemand van echte adel is voor sommige mensen heel aantrekkelijk. Dat zal de zaak ook zeker bespoedigen. Mag ik? Ga maar. Ik vermaak me wel. Heus. Ik ben zo weer terug, hoor. Geen haast. Vermeer, geef me 2 minuten. Ik trek even wat aan. Juffrouw, ik wil niet nieuwsgierig zijn, maar het komt uiterst zelden voor dat meneer Van Zuylen een dame meeneemt naar huis. Mag ik zo brutaal zijn te vragen waar u elkaar hebt ontmoet? Op een reisbureau. Een reisbureau? Is hij van plan ergens naartoe te gaan? Heeft hij u dat niet verteld? Normaal gesproken doet hij dat altijd. Ik regel namelijk zijn hele leven. Oh, dan zal u ongetwijfeld nog inlichten. De appel staat voor de gulheid van de natuur, terwijl de dolk waarschuwt voor de gevaren van overvloed. Het juk van de rijkdom. Ik wacht op Jacob. U bent zijn danspartner? Anne. Anne de Koning. Cornet Muller,
Landgoedopzichter, voormalig landgoedopzichter. Ik woonde in het koetsenhuis, maar alles wordt verkocht. Als ik in de weg loop, dan... Nee, blijft u vooral. Mag ik u voorstellen? De oude Jacob van Zuylen de Wit, groot officier in de Orde van de Kroon. En zijn vrouw Rebecca, die het leven schonk aan 12 zonen, waarvan wij er hier 7 hebben hangen. Hangt Jacob's moeder hier ook? Elisabeth, enig kind van een dominee. Ze was onderwijzeres. Ze was prachtig. Maar ongelukkig in de liefde. Ze dacht dat ze altijd alleen zou blijven. Bijna 40 was ze toen deze man op haar pad kwam. Ze liet hem hard werken om haar te veroveren. Maar toen ze zich eenmaal gewonnen gaf, werden zij het gelukkigste stel dat ooit in dit huis gewoond heeft. Een sprookje. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Inderdaad. Meneer Van Zuylen had een minnares. Zie je wel. Ik wist het. De zee. Zijn minnares was de zee. Van Zuylen was een zeiler. Met het schip dat hij aan het bouwen was, zou hij samen met zijn zoon de Wereldzee bevaren. Jacob was nog geen 4, maar slim en ondernemend. Bij het vooruitzicht was hij dolgelukkig. Op een dag ging zijn vader de zee op om de voorzeilen te testen. Nog hij, nog zijn jacht is ooit teruggevonden. En Jacob? Hij heeft sinds de verdwijning van zijn vader niet meer gehuild, niet meer gelachen. Nooit meer. In 36 jaar hebben we hem nooit boos gezien. Nooit. Laat staan verdrietig. Het gretige jongetje werd een stil kind. Zijn moeder heeft alles geprobeerd om hem te helpen. Psychiaters, doktoren. Ze kochten snelle auto's voor hem. Liet hem diepzeeduiken, bergen beklimmen. Alles waarvan ze hoopte dat het hem wakker zou schudden en weer tot leven brengen. Hoe zit het met vrouwen? Laat ik volstaan met te zeggen dat er geen enkel experiment geschuwd is om de hartstochten van meneer Van Zuylen op te wekken. Een opmerkelijke dame, die juffrouw de Koning. Fascinerend. Nog nooit zo iemand ontmoet. En ze vertelde me dat u op reis gaat. Ik niet alleen hoor, zij ook. En waar gaat de reis naartoe? Geen flauw idee, maar volgens haar naar een hoger niveau. De volgende etage, meneer. You're so glad you could make it. I'm pleased to meet you as well, Mrs. Borshakova. Oh, do call me Yulia. If you give me one moment, Yulia. Oh, he's wonderful. Meneer de Wijs, ik heb thuis nog wat te doen en ik vroeg me af of we de formaliteit een beetje kort konden houden. Natuurlijk kunnen we dat. Mr. Van Zuylen, please. Vermeer, have you informed meneer Van Zuylen about Mrs. Borshakova's plans for the estate? Of course you have heard, Mr. Van Zuylen. And tell me, aren't you just as excited as we are? Yes, I am. Am I not? Vermeer, how did you so eloquently describe the plans again? Well, it's going to No. Let me tell you myself. In your special honor, we ladies have decided to call it the Van Zuylen Life Extension Center. Een soort kuuroord met cosmetische chirurgie en de allernieuwste verjongingskuren. Mr. Van Zuylen told me he is very excited by your vision. Verjongingskuren, is daar een markt voor? Wat is gezegd? Mr. Van Zuylen is joking, of course. He loves your ideas. Of course I do. So
Zo, done. Nog niet helemaal. As of now, you ladies will be given 48 hours to check if the estate meets all the specifications, during which time meneer Van Zuylen may still change his mind for any reason whatsoever. 48 hours? Is dat echt nodig? Just a technicality, isn't it, Mr. DeWeiss? I'm sure it will work out fine. Of course it will. By noonday after tomorrow, everybody will be happy. En? Staat er wat van je gading bij? Wordt dit echt allemaal verkocht? Dat is deprimerend, hoor. Nou, misschien kan ik je opvrolijken door je een ritje aan te bieden. Mag ik rijden? Dit is een hele pittige dame. 495 pk. Van 0 tot 100 in 4,3 seconden. Je bent een echte kenner. Ik ben opgegroeid met broers. Iets van auto's weten was de enige manier om nog een beetje aandacht te krijgen. De koppeling is heel gevoelig, dus je moet hem heel langzaam... Een hele aardige man. Ja, meneer Muller. Een goede kracht, zeker. Ik voel iets bij hem. Een soort droefheid. Toen ik werd geboren huurde mijn moeder een kindermeisje, Aline. Muller werd verliefd op haar en ze trouwde. Later werd ze hoofd van de huishouding. Ze is vorige winter overleden. En is dat wat ik voel? Hij mist haar. Als je zeker wist dat morgen je allerlaatste dag op aarde was. Van alle dingen die je zou kunnen doen. Wat zou je dan kiezen? Vandaag zou ik morgen teruggaan naar de plek waar we gisteren hebben geluncht. Om te dansen? Ja. Mag ik mee? Zou je met me dansen? Ja. Ja, ik kan er niks van hoor. Alles goed? Uitstekend. Mag ik misschien al even binnenkomen? Ik woon hier niet meer. Oh ja. Dat is waar ook. Nou, de nieuwe eigenaren zullen wel blij zijn met zulke goed gesnoeide... Rozen. Morgen is de overdracht. Had ik al gezegd dat de boel verkocht is? Nee. Maar ik kan natuurlijk wel even kijken of ik binnen iets warms kan maken.
Is het al duidelijk wat er met de tuin gaat gebeuren? Ik geloof dat hier een sauna komt met een bubbelbad of zo. Hier? In mijn tuin? Muller, weet je nog wanneer je haar voor het eerst hebt ontmoet? Aline. Ja, tuurlijk. Vond je haar meteen bijzonder? Absoluut. En wist je het direct? Als jij nou eens de kachel aanmaakt. Je wist het, hè? Ik wist helemaal niks meer. Muller, er gebeuren de laatste dagen hele vreemde dingen met mij. Ik lag gisteren bijna onder een vrachtauto. En het vreemde was, op het allerlaatste moment, vlak voordat ik dacht, het is zover, toen voelde ik iets. Iets van binnen. Deze is wel niet zo lekker als die van Aline, maar wel warm. Gereisde pap. Dat is lang geleden. Was het angst? Het was vooral heel vreemd. Misschien was je bang om iets te verliezen. Dat is goed. Bericht achterlaten na de piep. Vermeer, Van Zuylen. Ik wil een uitsluiting voor het koetshuis. Het huis van Muller? Dat verkoop ik niet. Er wordt niet gebubbelbaat in zijn bloementuin. Anders gaat de hele verkoop niet door. Ik ga ervan uit dat je alles meteen regelt. Goedenacht. Afgetrapte Range Rover. Dat is een tikkeltje cliché, maar ja, dat hoort erbij, hè. Dansen? Als je het niet heel erg vindt, wil ik eerst nog even ergens anders langs. Anne, ik geloof dat we nu echt iets moeten doen. We? Ja, jij en ik. We kunnen niet zo doorgaan. Nee. Nee? Nee, we moeten op reis. Vinden we lang genoeg gewacht hebben, ik ga ze nu heel duidelijk maken dat ze de afspraak moeten nakomen. Niet volgende week, niet morgen, maar nu meteen. Ik wil uitstel. I beg your pardon? I would like to delay the journey. Call it off for a while, just temporarily. A couple of weeks, 2, 3 months, half a year, who knows? Just push it back a little. That's a good one. You almost had me fooled. For a moment I thought you were serious. Well, I am. No, you're not. You're just a bit confused. Don't worry. This happens sometimes. For some clients, the prospect of traveling can lead to all sorts of emotional turmoil. But let me assure you, it's just a temporary phase. That's exactly why I want to delay. It's not possible. Yes, it is. Name your price. Mr. Van Zuylen, it's not a matter of money. Sadly, we are forced to conduct our business outside the law. We can't afford any loose ends. That could ultimately jeopardize our very existence. You do understand? No. Really? Well, yes, maybe just a little, but you have to understand my situation. See, I met someone. Oh, dear. Well, not just someone. Oh, dear. Oh, dear, oh, dear, oh, dear. Someone very special. Mr. Van Zuylen, are you not aware of our rules regarding socializing with other clients? Yes. Never mind. Let me confer with my associates and see if they can help alleviate your predicament. Excellent. Good man. I knew it.
मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी ऐसा जिंदगी के हर रास्ते पर रिस्क है ऐसे बेपरवाही में हो चुके हैं Yet another Jones Jr. Just how many of you are there? Four, Mr. Van Zouwen. Would you be so kind to join me downstairs? But of course. Please. Terribly sorry, Mr. Van Zouwen. This was not meant to be. Ah, the Siberian Supreme. A good choice, Mr. Van Zouwen. Please accept our humble apologies. Wat? Ik denk dat we boven aan de lijst staan. Jacob, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb gisteren echt een leuke dag gehad. En ik had gewoon zin in vandaag. Zeker, ik ook. Waarom dan die haast? Wie is dat? Nee, hè? Echt? Ze schieten op ons! Dat is tegen de regels! Totaal! Gas! Kakareel! Je ja nee als ik dat. That is not who we are! Dat is tegen de regels! That is not who we are! Jacob, laat mij rijden, alsjeblieft! Nou, dit lijkt me niet echt een goed moment. Niet voor getekend. Ik zou een ongelukje krijgen. Doodgewoon simpel ongelukje. Dit is geen ongelukje. Dit is een totale ramp van mijn karmische schuld. Je wat? Karmische schuld. Als ik door geweld om het leven kom, dan blijft dat aan mijn karma kleven. Aan je karma? Ja. Mijn karma, ja. En hoe lang blijf je daar dan last van houden? Mijn hele volgende leven. Anne, het spijt me dat ik je in deze situatie heb gebracht. Ik moet je iets vertellen. Stil nou. Van je auto. Waar ga je? Moet ze poetsen? Moet ze poetsen? Gaat het? Je hebt verborgen kwaliteiten, Anne. Ja, je ook, Jacob.
footsteps on the concrete. Guess I hear just every sound. Anne, het is allemaal mijn schuld wat er is gebeurd. Nee, misschien had je ook wel gelijk. Het is goed dat je ze gevraagd hebt om achter ons aan te gaan. Dat heb ik niet, ik heb om uitstel gevraagd. Je hebt uitstel gevraagd? Waarom? Ik weet het niet. Na gisteren ben ik een beetje verward. Dat is goed. Ik ben ook een beetje in de war. Dat betekent toch niet dat we onze reis definitief afzeggen, toch? Oh, nee. Het is maar voorlopig. Voor zolang we in de war zijn? Ja. Ja. Zullen we nog een keer oefenen? Mijn god. Wat is er met je been gebeurd? Ik zat bij iemand in de auto die nogal stevig doorreed. En daar moet ijs op. Niet bewegen, ben zo terug. What are you doing here? Maybe Tom se voi pochna varata. What do you mean? Ab log kehna kya chahte ho? Main aur tumhare bhai yahi soch rahe hain ki ye kya ho raha hai. To? Kuch nahi. Main apne client ke saath hoon. Bas. To itna waqt kyun lag raha hai? मैं सही मौका का इंतजार कर रही हूँ। सही वक्त? हाँ कुलराम। Dad, just let me go in there and finish your job for her. No way, this job's mine and mine alone. तो फिर अब तक क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम सबने सब बर्बाद कर दिया। हमने बर्बाद कर दिया? हाँ, तुमने भी। मैंने क्या किया? तुमने मेरे गाड़ी को सड़क से हटाने की कोशिश की। I did what? And you shot at me. He shot at me right out in the open. What? कुलराम, it's true. ये मुझे याद नहीं है। What? Excuse me, didn't you write off our company van in a parking garage? Oh, come on.
is mij toch dag binnen lagen. Die wat gaat er gebeuren? Maar ik ga dat samen. Dat is een belangrijke. Be silent. I cannot believe my ears. What happened to discretion, decency, professionalism in this company? Chasing cars, shooting each other in the street. You are behaving like a bunch of gangsters. That is not who we are. Dad, I know what I'm doing. So please, just let me do it my way. You are such boys, only interested in the end, in the result. But what about the way to get there? Have you ever heard of customer satisfaction? Quality product experience, feel-good factor? Give us a break. Our work's not just about getting the job done. It's about making the client comfortable, at ease with himself and happy while we're at it. And that is exactly what I'm doing here. So if you morons will excuse me, I'd like to get back to work now. Hamare ghar mein isko kabhi lekar nahi aana tha. What? What did you just say? Gura. We should never have adopted you. It's your sister. Apologize. What she? Apologize. Apologize, man. Maafi mang. Okay. I apologize. Pascaro! Honey, I want him on my slab by noon tomorrow. Not one moment later. Is je al lang terug? Nee. Ik kon geen ijs vinden. Er was niemand bij receptie. Geeft niks. Weet je, mijn familie heeft een jachthut hier vlakbij in een bos waar we ons kunnen verstoppen. We zouden er morgen vroeg zo naartoe kunnen rijden. Morgen vroeg? Het is maar een voorstel. Anne, zou je mijn hand willen lezen? Nu? Ik ben eigenlijk nooit eerder benieuwd geweest naar de toekomst. Maar nu zou ik best wel willen weten wat me te wachten staat. Oké. Ik zie. Ja, het is nooit verstandig om de lijnen te lezen van iemand die te dichtbij ligt. Staat. Wel rustig. Nou, geef ze hier. Wil ik hier tot? Ja. Ja, ook. Zo. Niet doen, niet doen. Dacht je van de kietel toch goed? Nee, maar dat kan ik echt niet tegen. Echt niet. Nee. Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Zo. Nee, niet doen. Nee, dat kan ik echt niet tegen. Nee. Ja. Terug hoor. Ik kan het tegen.
Trusten, Jacob. Laat rusten, Anne. Ik denk dat hier al jaren niemand is geweest. Is dat de enige weg die hier naartoe loopt? Ja. Ik kwam hier vroeger wel eens met Muller om te vissen. We hebben nog spullen in de auto liggen. Anne. Kom je? Ik doe het eerst dit. Kom, 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 nee, kom, hier deze. Ga, ga, ga. Wat is dit? Is dit van jou? Spijt me. Jacob. Het spijt me verschrikkelijk. Oké, kom maar. Schiet dan. Ik was er al klaar voor, maar nu ben ik er helemaal klaar voor. Nou, dan doe ik het zelf dan. Au, 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 au! Sorry. Au! Ik zei toch sorry? Luister, het spijt me dat ik jou heb bedrogen, maar ik wil dat je weet dat 95% van alles wat ik jou heb verteld over wie ik ben en wat ik voel, dat het allemaal waar is. Zoals wat? Zoals bent u mijn surprise? Of wat als ik het ben? Want ik kan net zo goed de uwe zijn als u de mijne. Of interesseert u dat niks? Je zei van niet. Je zei dat niks uitmaakte. Nou, dat maakt het nu wel! Je bent boos. Wat? Boos. Boos? Boos. Je bent boos. Ik ben niet boos. Je ziet er anders wel boos uit. Ik ben niet boos en ik word niet boos. Ik word namelijk nooit boos. Dat heb ik niet in me. Ja, dit heb ik wel gehoord, maar je bent nu toch... Ik ben niet boos! Tikkeltje geïrriteerd misschien? Goed. Je bent niet boos. Ik snap het. Dan heb je gisteravond zeker ook niet gelachen. Gisteravond was de grootste vergissing van mijn leven. Sakes, वहां क्या हो रहा है हमारी बहन ने तुम्हें एक ही लगाया चुप कर ये आगे से तुम्हारी वजह से इसमें मेरी गलती क्या है मां को एक लड़की चाहिए थी आया तू अब देख तमाशा कैसी
heb beloofd dat ik je over anderhalf uur in de rouwkamer heb liggen. Ik wil nog heel even blijven. Als we niet maken dat we wegkomen, dan blijf je hier voor altijd. Ik kan natuurlijk nooit mijn geld moeten weggeven. Alle geld in de wereld kan ons nu niet meer redden, hoor. Vanmiddag gaat de opbrengst van het landgoed naar de stichting. Dan is de boel verkocht. Tenzij ik er vanaf zie, dan kan ik het houden. Je kan het houden? Je kan het houden? Ja. Het landgoed, het huis. De auto's? Als ik voor 12 uur van de verkoop afzie, dan is alles weer van mij. Van ons. Je hebt je geen bereik. Dan moeten we nu gaan. Ho, 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 ho. Even heel stil blijven zitten. Eerste benen. Oh. Hallo? Vermeer? Vermeer. Luister goed. Cancel de verkoop. De hele verkoop. Niet alleen het koetshuis, alles. Hoor je dat? Vermeer. Ben je er nog? Hoor je mij? Luid en duidelijk. Zeg ze dat ik niet verkoop. Ik verkoop niet. Meneer Van Zuylen, uw boodschap is begrepen. Ik zal het direct doorgeven. Ik kom er nu aan om het uit te leggen. Nee, dat is niet nodig. Laat het maar aan mij over, dan komt het allemaal in orde. Ik denk toch dat ik er zelf naartoe moet. Race each other to the morgue like we used to. Yeah, you hoor, eh? You lurky, moet je? Oh, come on. It's been way too long. He will not. Get back in your van now. Now! Hey, bye, Tike, Tike. Feel could be. Huh? Welcome to the family. Mr. Van Zuylen will not be joining us this afternoon. But he wants you to know that he couldn't have found a better party to carry on the legacy of his estate. And he wishes you the very best of luck. Vermeer. Weet jij zeker dat deze hele deal in het belang is van Jacob? Meneer De Wijs, wij weten alle twee dat Van Zuylen een groot kind is. Rijk, verwend, al dan niet zwakzinnig en hoe dan ook volstrekt onverantwoordelijk. Maar het goede nieuws is dat we over enkele minuten alle twee onze zakken hebben gevuld en niets meer met hem te maken hebben. Goedemiddag. Ik kom net van boven. Alles is prima in orde. Ik wilde toch zelf even mijn excuses aanbieden voor het ongemak wat ik heb veroorzaakt. Oh, dat is buitengewoon attent van u.
Ik zal u niet langer ophouden. We spreken elkaar nog. Excuseer. Excuseer. Je suis un petit peu pressé. Monsieur. Wat is dat? Vous voulez faire des bêtises, monsieur? Attention, assistance 107, lobby. Asseyez-vous, monsieur. Je suis meneer Van Zuylen. Vous ne me connaissez pas? Asseyez-vous, monsieur. Bien sûr. Mais d'abord, je voudrais aller au-dessus. Asseyez-vous, monsieur. Je comprends, je suis très pressé. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Avec plaisir. What is this? Where is he? Somewhere safe. I love him. He's unlike any other man I've ever met. He's sweet, he's smart, he's sensitive. And he's a great laugh and he's a good dancer. And he listens to me. He hears me, he sees me. Makes me feel welcome. At home. I love him, and that's all that matters to me. Ever since we took you into this family, I knew that one day it would come to something like this. Until today, I never regretted taking you in. But today, I don't regret it either. I never will. Society is changing, Annie. People are living longer and longer, getting older and older. Demand for our services will rise dramatically. And one day it may even become legal. I see an amazing future for you, Annie. You and your brothers. Make sure that you grab it. I will, Dad. With him? Kyuni. Lekin voice parivar. Me kese milchu sakta hai. Ik heb aangifte tegen Vermeer gedaan. Ik denk niet dat ik het landgoed ben kwijtgeraakt. Dat maakt nu even niks uit. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat mijn vader je laat leven. Als je met me trouwt. Het slechte nieuws is zeker dat ik eerst een paar mensen om zeep moet helpen om te bewijzen dat ik er helemaal bij hoor. Nee, eentje maar. You'll find everything you need in here. Client lives on the third floor, apartment 17. He'll be expecting you. He'll be expecting me? Ga nu maar. Dus kom je te laat. De jongen van Zuylen de Wit. Willem? Wat doe jij hier? Ik woon hier. Weet je het zeker? Wil je niet even binnenkomen?
Kom. Ik heb het landgoed terug. En het koetshuis ook. Je kunt er zo weer in. Dank je. Ik heb vrede met de verhuizing. Ga zitten. Hoe is het met je? Goed. Heel goed. En met je vrouw de koning? Zeer goed. Je moet haar mijn hartelijke groeten doen. Doe ik. Ik was trouwens erg blij met het gesprek wat we laatst hadden. Het bleek heel erg behulpzaam te zijn. Oh ja? Ja. Hadden we meer moeten doen? Een beetje kletsen af en toe. Het spijt me dat het daar niet vaker van is gekomen. Je bent nu toch hier? Ja. Dat ben ik. Is drinken? Nee, dank je. Doe geen moeite. Wat is er? Niks. Je bent ziek, hè? Ik ga een dokter bellen. Ik ben kerngezond. En waarom wil je dan dood? Ben je toch van plan? Jacob. Ik heb een heel bevoorrecht leven gehad. Zie je wel. En nu verheug ik me erop om weer verenigd te worden. Met Aline. Waarom nu? Ik wil naar haar toe. Geloof je in leven na de dood? Ik heb er pas sinds heel kort over nagedacht. En? Ik weet niet hoe het eruit ziet. En of het wel bestaat. Maar ik kan me voorstellen dat als het zou bestaan, als er echt zoiets zou zijn, dan kan ik me wel voorstellen dat het een grote troost is. Soms zie ik haar haarscherp voor me. Dan staat ze op mij te wachten. Zo zie ik dat. Bijna kan ik haar weer aanraken. Haar hand vastpakken. In haar ogen kijken. Met haar dansen. Naast haar liggen. Naast haar liggen tot de kieteldood erop volgt. Dat bedoel je toch? Precies zo. Hè? Jacob. Je hebt geen idee hoe blij ik ben om je zo te horen, jongen. Ik wou dat je moeder hier was. Dit moeten we vieren. Ik heb nog een paar goede sigaren liggen in de keuken. Wil jij die even pakken? Schiet op, man. Het leven is kort. Zie ze? Nee. Nee, ik zie ze niet, Muller. Oh, wacht. Ik heb ze. Muller? Hij wist het. Hij wist dat ik zijn surprise was.
Nee. Toen hij bij ons kwam, heeft hij niet voor de surprise gekozen. Hij wilde sterven in de nabijheid van een dierbare. Is het goed als we nog even bij hem blijven? Tuurlijk. Er is mijn geloof zo groot dat ik bergen verzet. Maar heb ik geen liefde, ik ben niets. Weet je wat grappig is? Vorige week zei Mullen nog dat hij mij zou missen. Maar nu is het andersom. Ik mis hem. Ik. Hier. Moet je voorstellen. Hoor je dat, Muller? Hoort hij waarschijnlijk niet, hè? Ik denk het wel. Kijk. We hebben misschien een nieuwe klant. De ene dag ben je rechtstreeks op weg naar de top en de andere dag wil niemand je meer kennen. Komt hard aan, hè? Denk je dat hij ons gaat bellen? Als hij dat doet, mag jij hem helpen. Echt waar? Hoe voelt dat? Voelt goed. Wij doen goed werk. Wait.